Deze nieuwsuitzending is van donderdag 15 oktober half vijf smiddags. Het is een reactie op Johnny B. Good. Ik had zijn vorige naam fout. Ik, ik heb het inmiddels geleerd. Het is niet uh, Johnny Jordan, het is Johnny B. Good. En Johnny B. Good heeft mij een privébericht gestuurd via Facebook. Dus daar kom je zo achter. Even dat Facebook-privé-dinges, uh, moet je even kraken. Je... Maar dat hoeft dus niet, want ik kan het je nou vertellen. Ik ga het voorlezen. Perry. Je hebt veel kennis. Wat kunnen we doen om uit deze corona-shit te komen? Wat zijn je suggesties? Dit land is in fucking nood. Hoe kom je van deze machtshebbers af? Ik doe niet mee aan al die achterlijke regels. Nooit laat ik mij er onderdouwen door niemand. Maar ik zie zoveel pijn en verdriet bij mensen. Wat kunnen we doen? Ja, ik vraag veel van je. Maar we moeten wat doen, Perry. Of is dit de weg die wij moeten gaan? Ik ken je verder niet, jij mij niet, maar ik ken je kracht. So, Het uh, is Johnny uh, Jordan, uh, CQ, uh, uh, Bigood. Er zat één tikfout in. Dat is Perry, je hebt. Dat is Amsterdams. Komt Johnny Bigood uit Amsterdam of zo? Perry, je hebt. Er wordt een T achter. Je hebt. Veel kennis. Ja. Maar ik denk dat die Amsterdam er is. Oh. Ja, ja, je weet het niet. Hè? Eén ding dat hij zegt: uh, Dit land is in fucking nood. D dat is niet waar. Het is niet waar. Ja, gisteren was ik met Wim Kruiden tuin. Uh, allemaal rotzooi uit mijn uh, box. Ik woon in een flat. Daar heb je een box onderin. Met een deur. Helemaal vol met die shitzooi van het huwelijk. Allemaal dingen die ik helemaal niet nodig had. En dit is mijn buurvrouw. Je gaat toch niet verhuizen? Ik zei, nee, ik ben die oude rosso aan het opramen. Oh, zei ze. Oh, gelukkig maar. Er is niks aan de hand. Helemaal niks. Echt niet. Met Wim Kruidentuin rij ik dan rondjes, dat vind ik leuk. Langs provinciale wegen... Met een camera erbij. En wij praten. Er is niks aan de hand. En dan laat Wim die laat mij zien. Ja, en hier mag je niet meer in, en daar mag je niet meer in, en daar mag je niet meer komen. En uh, dit noemen ze dan natuur zonder basis. Er is helemaal niks aan de hand. We, we, we hebben het over. Er is genoeg water. We hebben elektra. Frisse lucht. Als je tenminste je ramen openzet. Er is niks aan de hand. A cool down. In die dagen van de Tweede Wereldoorlog, toen die katholieken weer eens op een jodenjacht gingen. Ja, een katholiek, dat is Babylon. Babylon heeft inmiddels in de gaten dat die joden, dat is pesterij. Ja. Die moeten er aan. Ja. Want die doen niet mee met uh, sint Jacobusdag en zo. En dan allemaal om kwart over tien moeten we een liedje zingen. In een of andere kerk met gebrandschilderde ramen. Het hele idee al dat je brand moet schilderen. Ja, die kutkatholieken zijn dat. In de zin van klote-katholieken. Dus om het niet seksistisch te brengen. Dat is de kut. De klote. Om het neutraal te houden. Je kan ook zeggen de kut-klote-katholieken. De kakaka. -ka -ka. Ja, dat is het. En meer is er helemaal niet aan de hand. En je moet kijken naar je eigen levensomstandigheden. Nou, en toen in die dagen, als jij van de Tannach was... en uh, met een keppel liep en uh, dan ging je naar de synagoge... ja, dan ging je vervolgens naar Auschwitz. En dan zijn er nog gatverzakkers veel van teruggekomen. Al die holocaust-overlevenden. Wat moet je met het tuig? Ja, dit was, uh, dit, dit heet dan Joodse humor, snap je... En dat gaat maar door. En ze pakken niet alleen de joden, maar of ketel. Ze pakken elke rationalist. Ze pakken ook uh, uiteindelijk Germanen, zoals ik. Dachten ze. Haha, ha, 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 ha. Nee, natuurlijk niet. Er is helemaal niks aan de hand. Nou, wat moeten wij doen? Wat, wat is er nou? Maar uh, uh, ik zie zoveel pijn. Ik grijp nu even een stukje. Ja? Even goed scholen. Uh, Facebook is het uh, uh, best mooi geprogrammeerd hoor. Alles kan beter. Hè? Um, maar ik zie zoveel pijn en verdriet bij mensen. Kijk, dan gaan we praten. Ja, dat is het dus. Dat moet je doen. Je moet de pijn en het verdriet zien. De pijn en de woede is dat. Verdriet en woede zijn twee kanten. Van hetzelfde. Net als dat kunnen, mogen en moeten, drie kanten zijn van hetzelfde. En wie begrijpt dat? Hm. Het leven is eenvoudig. En dat vinden mensen moeilijk. Mensen denken dat ze tegen Donald Trump moeten zijn... of voor Donald Trump, of dat je een mediator moet worden... tussen die randdebiel van een Biden en... en een Trump. Ja, die Trump, daar vind ik ook helemaal niks. Hoor. Die Trump die heeft beloofd dat hij zal vechten voor de katholieken... En dan is mijn vraag aan jou, hè. Schijten beren in het bos. Aan welke kant sta jij, snap je? Geloof jij dat beren schijten in het bos... Of denk jij dat er uh, transdingers, beren zijn en dat zijn beren en die schijten niet in het bos, want dat zijn ijsberen? Ja, waar staan we nou? Beren schijten in het bos. Maar als er geen bos is, dan schijten beren toch. Maar als er een bos is. Dan schijt de beren in een bos. En Donald Trump die zal vechten voor de katholieken. Dus is die katholiek? Ja of nee? Houd toch op? Katholicisme is. de, 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 de ken niet. Zo gozer als een paus en die zegt: Ja, maar dan ben ik Jezus. Ja, ik ben Jezus. Hallo, allemaal luisteren. Ja, ik praat even namens Jezus. Vanuit de heilige stoel zeg ik homohuwelijken: Kom op. Nog meer gelovigen. Ja, dat is er aan de hand. Wat en, 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 moet je nou zeuren? Er is helemaal geen reden tot zeur. Er is een reden. om te zien. hoeveel pijn. en verdriet andere mensen hebben. En dat heeft Christus gezegd. Het is noodzakelijk dat ik dit doe. zodat jullie gaan zien. Hoeveel pijn en verdriet anderen hebben. En dat inzicht, dat heet de Heilige Geest. Oftewel de comforter. Oftewel de trooster. En dat ding je te doen. En anders loop je uit de maat. Volgens de jaartelling van de Bijbel. En dan kun jij zeggen. Ja, ik doe niet aan de jaartelling van de Bijbel. Ik doe liever aan dat, uh, dat Hindoestaanse gezeur. Met een Shiva. En een, een kastensysteem. En uh, als je voor een dubbeltje geboren bent. Dan, uh, dan uh, ben je een dubbeltje. Iedereen zijn bek houden. Zoals Mark Rutte zo mooi zei. Je moet gewoon je bek houden. Je bent volk. En ik ben Heer, Heb Dat is goed begrip. Dat is Hindoestaans Babylonisch gezeur. Dat is niet van onze heer. Uh, was het net een pauze of, of droom ik nu? Gat ze de kloten zo iedere keer weer. <tot> Dat is een geintje, geintje, geintje. Kijk, het leven is orde uit chaos. Alleen dat is leven. Dus orde uit chaos is leven. En leven is orde uit chaos. Punt. Christus heeft gezegd: Ik ben de weg. De waarheid, de, 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 en het leven. Wat is er nou te zeuren dan? Wat heb je nou te zeiken? Ik kan... Ja, ik stond gisteren dan met Wim Kruidentuin en met die, die, die ophaalservice-toestanden, begeleider. En dan moet je nog parkeren. En dan komt er een dakloze bij ons staan en die, die heeft een folder. En uh, uh, ontmoet ons verdriet. En Wim Kruidentuin zei tegen die dakloze: Nou, er is één oplossing voor dakloosheid. En dat is dat je een huis betrekt. Daar nam die dakloze genoeg mee. En dan ben ik zo dankbaar voor Wim Kruidentuin, dat hij die dakloze in één keer vertelt hoe het zit. En niet lopen zeuren als een soort invalide over straat. Van ik hou niet van ziekenhuizen, ik ga liever over straat lopen zeuren met mijn ziekte. Ik ben zo graag dakloos, maar tegenwoordig valt dat zo tegen. En kan je me helpen in mijn dakloos zijn? Er is helemaal niks aan de hand en je kan gaan klagen dat de horeca dicht is. Ha 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 ha. ha. Weet je wat er dicht is? Onze drang tot suipen. Wij vinden het wel best. We willen helemaal niet meer suipen. Dus nou, dan gaan al die kroegen dicht. Ja, wat denk je dan nou? <tie> Je wordt bediend op je wenken. Je hebt het meegemaakt, jongen. Dat, dat goede kroegmakkers van mij. Die zeiden: van, oh, Ga je daar naartoe? Nou ja, maar daar, uh, daar, daar ben ik niet meer gewenst. En daar, daar kunnen we niet uh, daar naartoe, want daar mag ik nog wel naar binnen. Ja, gooi die hele kuthorca dicht. De Café de Wacht hier in Arnhem, hè? Een goede vriend van mij. Daadwerkelijk een goede vriend. En hij is satanist en ik ben christen. En wij hebben een discussie en dan komt Sander van Café de Wacht... het terras op denderen en die gaat... Mijn goede vriend die in het satanisme zit... Hè? en die wil een discussie met mij. Dat lijkt me nogal widders. En dat mag dan niet, want meneer Sander... Ja, laat de kutkroeg helemaal te sluiten, man. Dat heeft me geen enkele zin. Een soort inquisitie. Ik ben het er in principe mee eens dat ze alle kroegen hier in Arnhem gesloten hebben. Want zelfs Galet kreeg problemen. En Galet is momentaan. En dat mag tegenwoordig dan ook weer niet. Je mag niet eens satanist zijn, je mag geen Mohammedaan zijn. Nee, dat is allemaal een probleem. En er zijn dan wel die Hollanders. Do, 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 Die klote Hollanders. En die had beter moeten weten. En nu gaan alle kroegen dicht en dat is mooi zo, denk ik. En dat broeien. En suipersalje. Of de overheid dat nou verbiedt of niet. Wat denk je nou? Denk je dat de overheid kan verbieden dat je alcohol nuchtigt, nuttigt? Ben jij, ben jij een slapjaners? Wat denk je nou zelf? Als, als vrouw lief, die gaat de erpel schil. Even diets, hè? ...erepelscheel. Dan heb je die erepelscheel. Of net. Nou dan. Gisteren met die handel. En wat krijg je dan? Dan krijg je vodka. Er is een reden waarom ze gezegd hebben... ...dat Jan Timman... ...de beste niet Russische schaker was. Iedereen kijkt met ontzag naar Russen, want die kennen wodka maken yeah. van aardappels. Weet je hoe makkelijk het is om aardappels te laten groeien? Het lekkere stukje. Hoe moet ik het nog een keer uitleggen? Jij als kerel, bender dat hele stuk vol met aardappels. En, uh, en dan moet dat dan gerooid worden. Hè? En dan gaan we wat kan maken van het afval. Wij zijn mannen. Wij zorgen voor onszelf. Altijd gezegd over. Ja, met, met, met wiet, en Dat kan je ook bijna niet meer krijgen. Bla bla bla, bla, bla. Ja. Doe niet zo stom. Ga praten met je energieleverancier. En koop een ledlamp. Je wordt zo stoont als een ganaal. Ik zeg het je: van je eigen plant. Wiet is heel sterk hoor, de aanwezigheid. Wiet is een blijvertje. hoor. Daar kan je spijkerbroeken van maken. Je kan er balpennen van maken. Je kan er van alles van maken. En je kan het oproken. Maar wie laat het groeien? Ja, je mag maar uh, drie wietplanten per woning. Dat is onzin. Je mag één wietplant per woning. Want jij gaat het uitrekenen en dan weet je wat die plant jou kost. En dat rook je op. Ja, maar dan moet je de goede zaadjes hebben. Jij moet niet zeuren. Je moet het doen. Goed, dit... Doe het. De, 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 reken het uit. Je hebt een uh, kilowattuur. En daar betaal je voor. Dus één kilowatt per uur. Dat is jouw prijs. En rekenen met je rekenmachine. Hi? En uh, laat die wiet gooien. Laat het groeien. Ga aardappels uh, poten. Maakt me niet uit. Laat het gisteren. Uh, je, je kan hier op de markt, hè? hebben ze allemaal dat fruitafval? Verzamel het. En stoken met die handel. Maar plat trappen. Dus ook in mijn studententijd heb ik meegemaakt. Dat er een worstelwedstrijd was in modder, met meisjes in een bikini of badpak. Modder worstelen. Ik denk, doe dat in fruitafval. Een goed stampen mekaar op verwerpen. En dan hebben die mannen ook wat te kijken. En, nou, die vrouwen die gaan in het fruitafval een beetje En die voeten gaan omhoog. En de, de spetters, jongen. En dan gaan we het fruitafval en dan hebt één god grote kwak. Kijk, en dan gaan we stoken. Snap je? En dan gaan we die wijfjes, die gaan we aflikken. Natuurlijk. Anders kost dat wasmiddel. Ja, soms ben ik pro. De, de gedachte dat seks kan leiden tot kinderen. En dan denk ik. alles is toegestaan. Gewoon de gedachte. En hey, meedogenloosheid. Meedogenloosheid. Medogen? Het hele woord, hè? Is het nou medeogen of mededogen? Het is echt een klote woord. Net als februari. Het is ook zo'n kutwoord. We kunnen die Engelsen niet uitspreken. Mijn bedoeling is in deze boodschap... Er is helemaal niks aan de hand. Nul. Nada. Ziltje. Natinga. We hebben de foto's nog om aan onze kinderen te laten zien. Kijk, zo deden opa en oma het vroeger en de bedoeling is dat jij het ook zo gaat doen: namelijk tegen elkaar aanhangen in de kroeg alsof er niks aan de hand is. Ik ga binnenkort een nieuw boek uh, publiceren. En dat heet Arnhem by Bar. En dan zie je de foto's. En dat is het bewijs. Dat er niks aan de hand is. Het was altijd een puinhoop. En toen werd het een puinhoop. En nu is het een puinhoop. En waarschijnlijk. Ja, dan zal er alweer een puinhoop worden. Is het erg? Dat is een vraag, hè? Is het erg? Het was een puinhoop. En toen werd het een puinhoop. En nu is het een puinhoop. En is dat erg? Ik zeg, het is een, verbe een verbetering. Wij weten dat het een puinhoop was en het, toen werd het een puinhoop en nu is het een puinhoop. En dan Arthur Schopenhauer zegt, nou het wordt allemaal echt, echt, echt erg hoor, je krijgt zelfs een nog grotere puinhoop. En ik denk, nee, de, 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 de puinhooperij heeft haar maximum bereikt. En wat nu? Op weg naar de volgende puinhoop, dacht ik. Bedenk goed dat in het boek Openbaring staat dat er een tijd komt dat Satan voor een millennium zijn bek moet houden. Dus een millennium lang laat de, de vader van Jezus. Ons vrij. Een millennium. En dat is het. En voorlopig is uh, Satan nog uh, lekker bezig met de hele ribinten. Uh, Artaio, Ortasia, Cortez of zo. Die, en, en Maxima, laten we dicht bij huis blijven. Maxima, wat moet je ermee? Zij was de dochter van een, een groenteboer. Een minister van Landbouw. Uh, ja, ik weet wel hoe de landbouw moet hoor. De, de landbouw dat is uh, de landbouw en ik, dat is uh, één geheel. En uh, ik ben minister van Landbouw. Daar is zij dan. De... En moet je nou zeggen: klote dochter of kutdochter? Want je moet seksueel vrij blijven met uh, rekening houden met die LGBTQ+. Uh, snap je ook wel. Uh, dat is allemaal inclusief. Dit is kut of klotendochter dochter van een landbouwminister. Uit Zilverenland. Ja, dat is alles. Er is echt geen reden tot paniek en... Ja, ze slachten die oudjes af en... Ja, is dat erg? Waarom? Pourquoi? Zij gaan hun gang. Gedenk Job. Je krijgt alles terug. Natuurlijk is dat zo. Je krijgt alles terug. Gewoon je bek houden. Net als Mark Rutte zei: je bek houden. Het hele punt is: wij zijn omringd met ongelovigen. Met uh, dwalers. Uh, de, de rondtasters. Immanuel Kant had daar een mooi woord voor. Rondtrempelen, of zo. Rondtrappers. In de trappen. Ja, dat is in de rond te testen, is dat. Stel ik je wilde beesten. Die zijn onder ons. En de wilde beesten, die worden geregeerd door wilde beesten. Natuurlijk, want wij zijn een land van wilde beesten. En onze dochters, die willen graag studie doen in seksuologie. En wij zijn vergeten om onze dochters te leren hoe de huishouding werkt, want onze vrouwen die wilden zo graag naar buiten en onze dochters hebben nooit geleerd hoe een huishouding werkt, hoe management werkt. Dat management er is. Dat de specialist die woem woem woem. Een een of andere neukraket. En wij doen allemaal respectvol tegen de specialist. Adam heet hij. Mens. Ja, het is zo simpel. Er is helemaal niks om je zorgen over te maken. Die coronamaatregelen. gniffelden, gniffelden, gniffel. Ze moeten vooral zo doorgaan. Weet je nog dat Daniel wist. wat de nachtmerrie was. van Nebuchadnezzar? Als enige. Daniel wist wat de nachtmerrie was van Nebukadnezar. Als enige. Pauze. En jullie gaan het begrijpen of je grijpt mis. En laten we hopen dat je terugkomt. Als Gandalf de Witte. Die omlaag ging met de balrog. Ja, ik ken mijn klassiekers, hè? J.R. Tolkien. Ik weet niet of ik nou 50 tinten grijs slechter vind dan The Lord of the Rings. Ik weet dat niet. En het dagboek van Anne Frank vind ik ook slecht. Maar wat is het slechtste boek? De dagboeken van Anne Frank. The Lord of the Rings van J.R. Tolkien. En vijftentig grijs, van, dit is grijs, dat vind ik niet te lezen. Punt. Ik bedenk mij nu dat mijn Geleense vriendin gebeld moet worden, want zij wil euthanasie en zoekt een plek voor euthanasie. En dat is zonder, want zij kan heel erg goed neuken. Er zijn meer dingen in dit leven dan iemand denkt. Ik ben stom van verbazing. En ik met mijn IQ heb een inkomen van uh, de 1043 euro in de maand. Netto. Om over de balk te smijten. Naar mijn huur. En mijn online verbinding. En mijn elektriciteit. En uh, allemaal over de balk smijten. Huh? Naar mijn huur zoveel. Uh, 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 uh. En dat mag ik dan doen van mijn 1045. Hebreeuwse humor is dat je toch lacht. Dan stop die in je reet of in je split En sta stil bij de pijn de pijn en het verdriet de pijn en het verdriet bij mensen. Zoals Albert Camus zei, mensen sterven en zijn niet gelukkig. Is dat een vraag of een uitroepteken? Dat is Albert Camus. Is Camus moet je zeggen, niet kanus, maar Camus. Ka niet met een noen, maar met een mem. Albert Camus. Mensen sterven en zijn niet gelukkig. Dat is ouwe hap. Dat is Frans. Dat is beteuterdheid. Beteuterdheid voor wat? Dat Mark Rutte hier komt redden. Ja, laten we Ab verbeteren. Want die heeft een echt een kutwijf. En dan uh, komt er echt een hele saaie oude vrouw met een kasteel en dingen en de familie. Dat uh, lijkt wel een beetje. Ja, wat Bill Gates heeft gedaan. Hè? Die had ook die, uh, die vrouw van Wolker, en die familie. En, uh, ja, dat wordt helemaal niks man. Uh, we moeten Ab redden van die vrouw. Want die is oud en die heeft rinkels. Laten we op grappig naar Jeffrey Epstein-eiland sturen. Dat die uh, jonge 13-jarige meisjes gaat wipperen. Ja, houd toch op! En doe wat je moet doen. Ja, maar Piggy, wat moet ik doen? Het is niet aan mij. Ik heb het druk genoeg. You got your problems. And I have got mine. Het is een smalle weg. Dat is het enige... Dat ik je kan vertellen. Het is smal. Het Engels is small, klein. De kleine weg. Je hebt de smalle weg en de brede weg. En op zijn Engels is dat de kleine weg en de grote weg. En je gaat je kleine weg. En kijk om je heen. Inspecteer. En oordeel. Ja, maar Piri, je mag niet oordelen volgens je Matthäus 7 vers 1. To no comprendo. Toe of tol? Er was niks aan de hand. En toen werd er niks aan de hand. En nu is er niks aan de hand. Dus wat zal het zijn? Drie keer is scheepsrecht. Het enige. Wat de Heere, Heere van ons wil. Is. Puntje, puntje. En dat is jouw vraag. En dat is mijn vraag ook. En die, oh, met de Albert Heijn. Hebben ze nou mondkapjes personeel? En ik heb. Ik, ik zie. De, de pijn en het verdriet. Zucht. Ik, ik was nog in de Albert Heijn en dan liep ik terug zonder mondkapje. En ik zei nog tegen die dienstdoende: ik loop alleen maar terug om te pinnen. En vandaar geen mondkapje, dingen Nee, geen mandje, daar ging het om. Dus je moet een mandje pakken, maar je moet niet een mandje pakken als je gaat pinnen. Daar ging het om. Ik zei, ik moet alleen maar pinnen. Mag ik eventjes terug naar binnen? Ik heb net een mandje gepakt, ik heb alles al, maar ik ben vergeten te pinnen. En die gozer, die zei, ja, natuurlijk. Snap je? Je gaat werken en je krijgt poen. En dat geef je uit. En niet oppotten, AUB. Wat moet je met al die poen? Christus zei: Als jij een hongerige eten geeft, dan geef je mij te eten. Als jij een dorstige te drinken geeft, dan geef je mij te drinken. Christus zei, ik ben het brood. En daarom ben ik geboren in de bakkerij. Ja, maar pirie je bakkerij, dat, dat staat niet in de Bijbel. Dat staat wel in de Bijbel! Hou op met je homo-hoofd in de bedoeling van een sodomiter hoofd. Christus is het brood der mensheid geboren in de bakkerij. Bet-Legem. Bet is huis. Is alef is de os. Dat is de kracht. De kracht, huis, de loop. En dan krijg je de D. De David, dus. Dalet. Als je daar niet in gelooft, hè? Als je niet gelooft dat de kracht voorafgaat aan het huis. Wat dacht je dan wel? De zwakte. Al die uh, alleengaande moeders nu doen. Ik ben zielig. Ik heb een kind en ik weet niet wat ik moet doen. En uh, waar is de hulp en uh, oh, dan komt de overheid. Ja, sterf. Of rot op. Het is de kracht. Alef. En dan bed. Het huis. En dan gimmel. Dat is een loop. Een ballet. En de rest dat moet je maar bij Jon Kostik gaan bestuderen. En mij de leslezer. Ik weet niet alles. En verlang dat niet van mij. Ik doe mijn werk. En ik heb. Geen overvloed, behalve dat alles gaat goed. Dus ja, wat, uh, ik ben blij dat ik geen overvloed heb. Want anders moet je dat weggeven. En aan wie? Aan een zeurneus die dakloos is. voor mij een vraag en voor jou een weten. Toch? Ik moet mijn uh, geleense vriendin nu gaan bellen. I'm gonna rock on your je door, hey, knock on your door, ring on je bell, tap on your window too If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna je ...nokkeringen, dan kunt -e je... ...gewoon doorgaan. Je moet je nergens wat aan aantrekken. Op het moment dat je gaat klagen... ...ben je af. Wij zijn hier om te troosten. Om comfort te bieden. Een kinderhand is snel gevuld. Zucht. Ik moet nu echt gaan bellen. Dit is, uh, ik ik voel me zo'n druk. Volgens mij is ze nu wel thuis. Ja, of ze... Uh, ze zit moeilijk. Ik ken haar. Dat schept... et hashimaeem, v-et. Haares. Ik dien, en dan ga ik dood. Wedde. Tot de volgende.